Goedemorgen. Zijn we allemaal excited om in het huis van God te zijn? Amen. Hij is het waard om geprezen te worden. En he is risen. Dus daar gaan we vandaag voor zingen. Amen. Nu ben je al het schieten. Thank you.
Good morning, church. Goedemorgen, gemeente. As we get ready to go into communion together, als we ons klaar gaan maken voor het avondmaal, I would just like to share a verse with you. Wil ik graag een vers met jullie delen. And it's from 1 Corinthians 13, verse 13. En het komt uit 1 Korinthe 13, vers 13. It says, three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. And you might sit there and say, yes, I know this song. Oh, I know this verse. En je kan hier misschien zitten en denken, ja, ik ken dat vers. Which is good. It's awesome. Dat is goed. And but can you truly sit there and say that I'm taking this verse into my everyday life? Maar kan je hier echt zitten en denken en dit vers ook echt in je dagelijks leven toepassen elke keer? Do you take this verse into your workplace? Neem je dit vers mee naar je werk? When you talk to your boss, when you talk about your boss. Als je tegen je baas praat of als je over je baas praat. When you are the boss and you talk to your workers or you talk about your workers. Of wanneer jij de baas bent en tegen je mensen praat. Do you take this verse into your marriage? Neem je dit vers ook mee in je huwelijk? When you guys have an argument. Als je bijvoorbeeld ruzie hebt. Whatever your comebacks are, does it come back from love? Komt alles wat er dan uitkomt terug vanuit die liefde? Or even when you serve in church. Of als je dient in de gemeente. Yeah. When you feed the poor. Als je de armen te eten geeft. Does it come from love? Komt dat vanuit liefde? And if I want to tell you that if it's not coming from love. Want ik wil je zeggen dat als het niet vanuit liefde komt. You're not going to gain anything. Dan zal je geen winst behalen. Niet van binnen. But when we do the things we do with love. Maar als we de dingen doen met liefde. The things that's going to grow inside of us, it's going to be amazing. God is going to show you things of yourself that you don't even know. Maar als het echt van binnen komt, dan zal het jou doen groeien. Maar God zal er ook geweldige dingen mee doen. And the most amazing example en of love. En het meest geweldige voorbeeld van liefde. That has ever existed. Dat ooit heeft bestaan. Is Jesus. Is Jezus. And when Jesus served, he served with so much love. En toen Jezus diende, diende hij met zoveel liefde. Everything he did it from a point, it grew from love. En alles wat hij deed, dat deed hij vanaf een punt dat groeide vanuit liefde. There was never any jealousy in anything he did. Er was nooit jaloezie in niks wat hij deed. He was never rude. He never boasted about anything he did. Hij was nooit brutaal. Hij was nooit aan het opscheppen over dingen. Okay. And he never kept something against someone that did anything wrong towards him. En hij hield ook nooit iets tegen iemand die iets verkeerd had gedaan. He even washed the guy's feet that he knew was going to betray him. Hij heeft zelfs de voeten gewassen van degene die hem zou gaan verraden. That en is hij wist true dat. Love. Dat is ware liefde. Yeah. And I want to encourage each one of you today. En ik wil jullie graag allemaal bemoedigen. To go and read not only this verse, but go and read the whole chapter 1 Corinthians 13 this week. En ik wil jullie echt bemoedigen en aanmoedigen om niet alleen dit vers, maar het hele hoofdstuk 1 Korinthe 13 te lezen deze week. It's not even going to take 5 minutes. Het gaat je ongeveer 5 minuten nemen. And look at two key things. En zoek daar twee sleutelpunten in op. What is love and what is love not? Wat is liefde en wat is geen liefde? And then I want to challenge you. En dan wil ik je uitdagen. To go into this week and treat every situation with love. Om deze week binnen te gaan en elke situatie in liefde te handelen. But if you accept this challenge, maar als je deze uitdaging aanneemt, I believe that you are gonna be challenged. Dat je ook uitgedaagd zult worden. And it might seem like it's a difficult thing. Maybe it might seem like it. Je kan misschien denken dat het een moeilijke iets is, een moeilijke uitdaging. But I'm telling you, it's going to become part of your life. Maar ik vertel je, het zal deel van je leven worden. And like I said, what's going to start to grow inside of you. En wat van binnen zal gaan groeien.
It's going to be amazing. Het gaat geweldig worden. Let's pray together. Laten we samen bidden. Lord Jesus, thank you so much. Heere Jezus, dank u wel. Thank you for what you did on that cross. Dank u voor wat u deed aan het kruis. As we take this bread this morning. Als we het brood nemen deze morgen. And we take this wine. En we nemen de wijn. As a symbol for your broken body and your blood that poured out as a sacrifice on that cross, Lord. Als een teken van uw lichaam en uw bloed dat geofferd is aan het kruis. And Lord, we see you. We zien u, Heer. We see your heart. We zien uw hart. We see the love that poured out. We zien de liefde die uitgestort is. And I pray that as we take communion this morning, that ik bid dat als wij dit avondmaal nemen deze morgen, that in each one of your children, dat in elk van uw kinderen, your love will start to overflow in their lives. Dat uw liefde in hun leven zal beginnen te overvloeien. And even the people that they come, even the people that they are around every day, ook de mensen die ze elke dag om zich heen hebben, they won't be able to not spread the love. En ze zullen niet in staat zijn om uw liefde niet uit te verspreiden. Thank you, Lord. Dank u, Heer. In your name we seal this. Amen. In uw naam verzegelen we dit. Amen. Not done yet. The ushers is going to prepare the stage quickly for something special. De ushers gaan nu het podium klaarmaken voor iets speciaals. The kids have prepared something very special for you guys this morning. De kinderen hebben iets heel bijzonders voor jullie voorbereid deze ochtend. And even though it's the kids that prepared all of it. En ook al zijn het de kinderen die alles hebben voorbereid. Physically, it's them that's gonna do it. Zij gaan het ook doen. It's the kids that's gonna do it. Het zijn de kinderen die het ook gaan doen. Yeah. They know, and we honor them for that. Zij weten en we eren ze daar ook voor. We are doing this for His glory. We doen dat voor Gods glorie, voor Zijn glorie. Amen. And I want you to take these moments in. En ik wil dat u deze momenten ook echt binnen toelaat. Whatever the what, just say thanks and just feel what you need to feel. Zeg gewoon dank u wel en laat voelen wat je voelt. Whatever the Holy Spirit brings upon you. Wat de Heilige Geest ook op je zal brengen. If you want to be joyful, be joyful. Als je vreugdevol wil zijn, wees vreugdevol. If you need to cry, cry. Als je moet huilen, huil. If you need to shout, shout. Als je wil schreeuwen, schreeuw. But whatever you do it for His glory. Maar wat je ook doet, doe het voor Zijn glorie. Amen. Amen. Kids, you can come up. Savior, say that our strength
indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid it all.
sin had left a crimson stain. He washed me white as snow. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift like this. Makes my heart beat. And I promise you, all I wanna do.
all over. I don't wanna love nobody but you. You. I don't wanna love nobody but you. That's right. I don't wanna love nobody, but you. Yes. And the church sang, come on. Jesus loving you. It sounds crazy, don't it? Hey. That's how it's supposed to be. Let me tell you what it means. More than less of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Father. I don't wanna love nobody but you. I really mean it this time. I don't wanna love nobody but you. Jesus. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Let me tell you what it does. He saved the day. Come on. He will come through. He will let you down, but he won't know. That's not what superheroes do. See, I will never find no greater love. A love like this makes my heart beat forever and a day. All I wanna do is make you proud. Let me say it again. He saved the day. Woo. He will come through. It feels so good. He won't know. That's not what superheroes. You're the Savior. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody but you. Moet je nog even bijkomen of kunnen we al? We kunnen. Ja? De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. The Lord is truly risen. Amen. Het is feest vanmorgen. It's a party this morning. En hoe kan je nou beter verder gaan met de offerboodschap na zo'n optreden dan het te hebben over Josia? And how better can you do an offering message after a performance like this with Josiah? Josia werd koning toen hij 8 jaar oud was. Josiah came king when he was 8 years old. En we hebben net ook al kunnen kijken naar de koningen en priesters, amen. And we just could look to the kings and the priests. En in het Oude Testament gaat het ook al over het Pascha. And in the Old Testament it's also about the Passover. En in 2 Kronieken 35. In 2 Chronicles 35. Daar staat en Josia bracht als hefoffer. En welk vers? Nummer 7. Then Josiah provided 30,000 lambs and young goats for the people's Passover offerings. Ja, dat is zo ietsje verder. Maar voor het gewone volk, klein vee, lammeren en jonge geitenbokken, allemaal voor de paasoffers. 30,000 lambs and young goats for the people's Passover offerings. Voor ieder die zich daar bevond. For everyone who was there. 30,000 in aantal. 30,000 in total. En 3,000 runderen. And 3,000 cattle. Deze waren afkomstig uit de bezittingen van de koning. All from the king's own flocks and herds. En hij zette mee het voorbeeld voor de leiders van het volk. And he put the example for the leaders of the people. Die ook een gigantisch offer gaven voor het Pascha. Who also gave a big offering for the Passover. En dat was weer een voorbeeld voor het hele volk. And that was an example for all the people. Die ook lammeren en geitenbokken gaven. Who also brought the lambs and the goats. Als een hefoffer. As a lift up offer. En een hefoffer wordt ingesteld als dat je het opheft naar de Here. And it's because we can lift it up to God. Waarbij je eigenlijk zegt: Here, zie mijn offer. Where you say, Lord, see my offer. Accepteert u alstublieft mijn offer. Please accept my offer. En ik wil jullie ook aanmoedigen vanmorgen om het offer vanmorgen ook zo te geven. And I want to encourage you this morning to give your offer like this. Dus daar komen ook 30,000 lammeren en geitenbokken aan. So there are coming 30,000 lambs and goats. Nee, dat is een grapje hoor, dat is een grapje. That's a joke. Mocht niet van Pastor Wenzel. It wasn't allowed from Pastor Wenzel.
Maar later bij het Pascha wat in het Oude Testament is ingesteld. But later in the Old Testament they put the Passover. En wat tot vervulling is gekomen door het grote offer van onze Heer Jezus Christus. And it came to fulfillment by the big offer of our Lord Jesus. Wat we vandaag kunnen vinden door zijn opstanding. And we can find it today through his resurrection. Hij is het perfecte lam dat werd geslacht op Goede Vrijdag. He is the perfect lamb that got slaughtered on Good Friday. Maar is opgestaan uit de dood. But he rose up from the dead. En laten we geven uit die dankbaarheid vanmorgen. And let's give out that thankfulness this dus morning. Hef je offer op vanmorgen, zoals het hefoffer waar we net over hebben gelezen. So lift up your offering this morning. En Heere, dank u wel. Lord, thank you. Dank u wel dat u ons zo zegent. Thank you that you bless us so much. Dank u wel dat u die genade aan ons heeft gegeven. Thank you that you gave that grace to us. En dat u niet bent gestorven, Heere Jezus, maar dat u leeft. And that you didn't die, Jesus, but that you live. Dat u leeft in eeuwigheid. That you live forever. En dat u nu ook zit in de hemel. And that you are seated in the heaven. Aan de rechterhand van de Vader. At the right hand of the Father. En dat u ook vandaag nog door ons heen wil werken, Heere Jezus. And that today you still want to work through. En dat u nog steeds genezing brengt, Heer. And that you still bring healing. En dat u nog steeds redding brengt, Heer. And you still bring salvation. En dat we dat allemaal kunnen doen door uw opstanding uit de dood en uw offer aan het kruis. We can all do that through the resurrection out of the grave and the sacrifice on the cross. Dus accepteert u zo ons offer dat wij u geven vanmorgen. So accept our offering this morning. Als wij het opheffen zoals we in het Oude Testament hebben kunnen lezen. So as we lift it up like we read in the Old Testament. En zegent u ook zo in ieder die geeft vanmorgen. And bless everyone who gives this morning. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.